We kijken naar Nothing Else Dutch ES. Tanks met hoofdnummer 32, geboren op 8 mei 2018. Meet 1,67 meter. De afstamming is Odilon Malroven Malfaram. Gefokt bij Dutch Eventing Stables in Nijkerk. Vader Odilo. Odilon is een zoon van Vigo Dassoy uit de volbloed Mary Tirasotto. Hij is in België goedgekeurd in 2017 en om de eventingpaarden fokkerij een stimulans te geven, zijn in België volbloedmerries gekruist met top springpaardhengsten en Odilon is hier een voorbeeld van. De moeder is Walika, die is prestatiesport en moeders vader is Roven, de best presterende volbloedhengst van de laatste jaren in de fokkerij van springpaarden en eventingpaarden. Heeft zelf op 1,50 meter niveau gesprongen en gepresteerd. Kan bogen op een hele reeks succesvolle nakomelingen. En van die 160 nakomelingen presteren er 6 op 1,40 meter en 2 op 1,60 meter springenniveau. 10 op internationale eventingen en hij bracht ook een Grand Prix dressuurpaard. Roven vinden we als vader van de moeder 24 keer terug in internationaal presterende paarden. Faram, de vader van moeders moeder, stamt uit de bekende Thermastam. En Faram heeft zelf tot M-niveau en Z1-niveau gesprongen. Als gezegd, Walika is prestatiesport. De vader is Roven. 3-sterren eventing, Z, dressuur en M springen. Bracht 1 oudere nakomeling die Z1 dressuur loopt en is na haar sportcarrière weer ingezet voor de fokkerij met 4 jonge nakomelingen, waaronder Covergirl die in Nederland Z1 dressuur loopt. Tweede moeder is Catrick, die is ster. 5 nakomelingen waarvan 1 ster. En naast de 3-ster eventing dochter 3 nakomelingen die L dressuur lopen. Nothing Else Dutch ES, hoofdstel nummer 32, ziet u dus nu in de ring. We'll be right back.
We nemen de hengst aan de hand, Nothing Else Dutch ES nummer 32. Odilon mal Roven mal Faram van Dutch Eventing Stables uit Nijkerk, de Fokker. En dan mogen de vier hengsten weer met z'n vieren binnenkomen. Dus de nummers 29, 30, 31 en 32. En de jury gaat zich buigen over deze vier hengsten. Nakatomi nummer 29, Noble J nummer 30,